Ik ben een van de initiatiefnemers, een van de boeren die dit dus op zijn geweten heeft. Ja, maar... ben je bang als je dit soort dreigementen... Maar wat voor voorstellingen kun je daar nu van maken van zulke soort dreigementen? Dat is toch niet te begrijpen? Nee. En moet je daar dan echt over nagedenken als het zo dichtbij komt? Ik vind het van een zotte dat het überhaupt gebeurt. En verandert het je leven? Wanneer verandert het je leven? Het heeft natuurlijk impact. Het leven heeft, de dingen die om je heen gebeuren hebben impact op je leven. Ja. Dus dat is in dit geval is dat ook ben zo. Ben je ook bedreigd? Ik ben niet bedreigd. Nee? Nee. Maar wat merk je daarvan in jouw omgeving? Nou, wat merk je daarvan? Bij de intro had ik het erover van jongens waar ik vroeger mee gevoetbald heb. Die hebben een vriendschappelijke band mee. En dan komt die presentatie van zo'n initiatief waar we daarmee bezig zijn. En dan sta je ineens op een heel andere manier met elkaar te spreken. En daar ben ik wel even van onder de indruk geweest op dat. En wat is die andere manier dan? Dat snap je toch wel? Dus... Dat begrijp ik ook wel. Maar... Dat is een hele impact voor die mensen. Ja, maar het is voor ons allemaal een impact. Als je iets doet over de rug over van iemand anders. Dan kan je toch voorstellen dat iemand boos wordt? Je doet het niet over de rug van een ander. Nee. Je moet geen dingen roepen die gewoon. Nee, dat doe je niet. Geld krijg je voor die molen. Nee, dat gaat niet. Nee, hoeveel geld krijg je voor die molen? Het gaat er even om, hoe is dit tot stand gekomen? Nee. En dit is gewoon op het gaat puur om het geld wat u graag wil hebben. Hier is dit tot stand gekomen. Nee, dat wil ik blijven bestrijden. Dat mag geen sprake van democratie. Ik wil even of het klopt dat deze meneer zegt dat het gaat om het geld. Is het waar? Nee, het is een en-en. Het is... Maar wacht even jongens, ik wil even uit laten spreken. Dat maakt niet uit. Wij zijn ondernemer. Je hebt een bedrijf. Dus het gaat om geld, daar heeft meneer gelijk. Ik heb ook gezegd en-en. Ja. Het is een kwestie van, kan een meerwaarde zijn.